Al jarenlang begint meneer Peters een dag vol energie. Ook vandaag, want meneer Peters is verwarmingsinstallateur uit passie. Onderweg naar een klant luistert meneer Peters naar de radio. Daar verneemt hij dat een energielabel, ook wel ERP-label, binnenkort verplicht wordt voor verwarmings- en warmwatertoestellen. Een ERP-label, wat is dat ook alweer? Iedereen kent het ERP-label van koelkasten en televisietoestellen. Het geeft de energie-efficiëntie van een apparaat aan. Volgens een richtlijn van de Europese Unie is dat label vanaf 2015 ook verplicht voor verwarmings- en warmwatertoestellen. De richtlijn heeft tot doel consumenten zoveel mogelijk transparantie en vergelijkbaarheid te bieden. Op die manier bevordert het label energiezuinige producten en draagt het bij tot de bescherming van het klimaat. Tot zover alles prima, denkt meneer Peters. Bij afzonderlijke componenten is dat geen probleem. Die worden door de fabrikant gelabeld. Maar hij weet dat verwarmingstoestellen meestal uit meerdere componenten bestaan, met verschillende energie-efficiëntieklassen. Zijn klant wil bijvoorbeeld een gaswandketel met zonne-energiesysteem en een warmwaterboiler. Bij dergelijke systemen moet de energie-efficiëntieklasse van het volledige systeem door het verwarmingsbedrijf berekend worden. En het bedrijf draagt ook de gerechtelijke verantwoordelijkheid voor de juistheid van die berekening. Dat stelt meneer Peters natuurlijk voor een probleem. Want als de componenten afkomstig zijn van verschillende fabrikanten, dan moet hij het zogenaamde systeemlabel manueel berekenen. En precies dat probleem lost Viessmann als aanbieder van totaalsystemen op voor meneer Peters. Bij vooraf samengestelde systemen stelt Viessmann het ERP-label ter beschikking voor download. Als meneer Peters het toestel zelf voor zijn klant wil samenstellen en alle componenten bij Viessmann bestelt, wordt hij ondersteund door de Viessmann berekeningstool voor ERP-labels. Daar geeft meneer Peters gewoon de productnamen of materiaalnummers van de verschillende componenten in. De software loodst hem door de afzonderlijke stappen en berekent automatisch de juiste energie-efficiëntieklasse voor het volledig systeem. Vervolgens kan hij het energielabel voor zichzelf en zijn klanten eenvoudig afdrukken. Meneer Peters kan gerust zijn. Viessmann draagt namelijk ook de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de berekening. Dankzij Viessmann kan meneer Peters op een snelle en eenvoudige manier ERP-labels afleveren en zich weer volledig op zijn kernactiviteit concentreren. Dat verheugt niet alleen meneer Peters, maar ook zijn klant.